Welkom bij weer een nieuwe koffiepauze video. Vandaag wil ik jullie iets laten zien en ik heb het in het verleden al wel eens laten zien. Ik heb het al wel eens verteld, maar uh, ja, ik, uh, onlangs kwam ik nog weer kaartjes tegen en het is ook iets wat ik altijd in mijn tas eigenlijk heb zitten voor het geval dat je weet het nooit. Maar visitekaartjes en ik denk dat het voor iedereen wel leuk is om te maken en om bij jou te hebben voor diegenen die zo creatief altijd zijn, die zo lekker bezig zijn. Uh, ja, je wilt misschien wel eens jouw naam bij iemand achterlaten. Nou, hoe mooi is het dan om jouw eigen gemaakte visitekaartje te hebben? Natuurlijk kun jij visitekaartjes uh, ja overal wel bestellen. Online zijn er uh, uh, echt wel van die programmaatjes en dan kun jij zelf helemaal jouw visitekaartje ontwerpen. Hartstikke leuk, heb ik vroeger ook wel gedaan, maar het is natuurlijk veel mooier om ze te laten, om ze zelf te maken, zodat je kunt laten zien wat je in huis hebt. En uh, het is helemaal niet moeilijk. Uh, ik begin meestal met één groot vel en uh, daar snij ik dan, uh, daar maak ik een achtergrond mee. Dus uh, ik ga met mijn gelplate bijvoorbeeld, dan maak ik een mooie achtergrond. En uh, vervolgens dat vel ga ik opsnijden in kleine, uh, ja, kleine kaartjes zoals deze. En uh, ik heb mijn basis visitekaartje heb ik allemaal al maat gesneden van zwart karton. En ik heb even centimeter erbij gepakt. Uh, de maat die ik gebruik is 8,5 centimeter bij 5,5 centimeter. Dus dit zijn mijn basiskaartjes. En hierop plak ik dus een. Oplegkaartje. Nou, dit is zo'n oplegkaartje. En uh, wat doe ik er dan mee? Ik, uh, als ik die achtergrond heb gemaakt, dan ga ik al die randjes netjes beïnkten. Uh, ik ga misschien nog wat met stempeltjes aan de slag. Ik plak er een stickertje op, ik pak er een tekst op. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld uh, op deze heb ik allemaal met die losse letterstempels heb ik het woord art erop gestempeld. En uh, dus ik maak elk kaartje eigenlijk uniek. Ik heb geen enkel visitekaartje wat exact hetzelfde is. Elk kaartje is weer iets anders. Nou, en dat vind ik ook mooi. Uh, ik maak nooit echt exact iets hetzelfde. Uh, alles wisselt bij mij. Alles ziet er ook anders uit. Ik heb bijvoorbeeld nooit twee exact dezelfde journalpagina's. Kan ook niet. Is onmogelijk, zeg ik het er altijd, om uh, exact hetzelfde te krijgen. Dus al mijn visitekaartjes zijn ook verschillend. Hoewel er best wel veel gelijkenissen zijn. Uh, heb ik dus series van. Ja, eigenlijk net. Je kunt het wel een beetje zien als ATC-kaartjes. Artist trading kaart is ook, ook, ook zoiets. Uh, het lijkt allemaal op elkaar. Het is een serie, maar toch zijn ze allemaal verschillend. Nou, dat is ook zo met mijn visitekaartjes. Dus ik heb mijn basiskaartje, dat zwarte, 8,5 bij 5,5 uh, centimeter. Vervolgens heb ik die oplegkaartjes een halve centimeter kleiner gesneden, dus 8 centimeter bij 5 centimeter, dan hou je net zo'n heel klein zwart randje. Hou je dan over, vind ik gewoon wat mooier staan. Een heel klein randje, ik hou niet van die hele brede randjes. Uh, vind jij een heel breed randje mooier, dan moet je natuurlijk een centimeter kleiner maken. Maar ik doe eigenlijk standaard mijn vuistregel: een halve centimeter kleiner. Krijg jij zo'n heel smal randje? Nou, en dan achterop, ja, een visitekaartje is geen visitekaartje als daar niet jouw ja. Gegevens opstaan. Dus ik heb zelf in Word, heb ik uh, kleine patroontjes gemaakt en uh, die heb ik gewoon uh, van het internet geplukt. En in Word heb ik daar. Uh, allemaal vlakjes meegemaakt. Uh, ja, dat is hoe ik ermee kan werken. Uh, heel oude hal, maar ik heb dit uh, uh, in documenten staan. Ik kan dit zo uitprinten. Vervolgens snij ik dat allemaal even snel uit met mijn snijmachine. Uh, ik heb hier mijn naam op staan, uh, een, een uh, titel. Uh, hier staat mijn naam: Patricia Zweers Bonnet, Art Made with Love. Dat is mijn ja, tekst die ik eigenlijk bijna overal gebruik. Um, mijn website heb ik erbij staan, dat is mijn blog uh, www.patriciasfeers.nl. Mijn mailadres info.patriciasweers.nl. Hoe je met mij in contact kunt komen. Uh, mijn Instagram, mijn YouTube. Uh, dat ik daar ook op te vinden ben. En uh, dit kan ik dan aan de achterzijde plakken. Dus die mooie zelfgemaakte oplegkaartjes aan de voorkant. En aan de achterkant plak ik dus mijn gegevens uh, ja, waar mensen mij kunnen vinden. En uh, af en toe schrijf ik er even mijn 06-nummer bij, voor het geval dat mensen mij uh, ja, 06-nummer moeten hebben. En uh, dan geef ik eigenlijk te pas en te onpas, geef ik overal die kaartjes weg. En uh, door zo'n zelfgemaakt kaartje, zien mensen al wat jij in huis hebt, wat jij kunt. En uh, ja, ik vind dit veel mooier dan dat jij die zelfgemaakte kaartjes wat jij ontwerpt via internet en wat je dan bestelt en wat je dan in huis gestuurd krijgt ook wel mooi, maar dit is natuurlijk veel mooier. Dus voor diegenen die ook aan de slag willen, die zelf visitekaartjes willen maken, dit is een mooie oplossing. Dit is een hele mooie manier om toch je eigen visitekaartjes te maken. Je gebruikt de technieken die jij graag doet, die je wil laten zien aan een ander van hey, dit doe ik en uh, dan maak jij echt Unieke visitekaartjes die niemand anders heeft. Ik hoop dat ik jullie weer geïnspireerd heb. Dat jullie weer lekker creatief aan de slag kunnen. Mijn missie weer geslaagd. En uh, ja, misschien ben je er helemaal niet zoveel nodig. Maar zijn het wel leuk om te maken kleine kaartjes die je kunt weggeven. Visitekaartjes. Dit was het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en graag tot snel. Doeg!